Wanneer je een presentatie geeft, blijf zoveel mogelijk op de vierkante meters staan. En zeker wanneer het een presentatie is aan minder dan 200 mensen. En zeker wanneer het een presentatie is die korter is dan 15 minuten. Het duurt er wat langer, dan is er niks op tegen dat je een keer een stapje opzij gaat maken. Of een stapje naar voren of een stapje naar achter. Maar niet te veel bewegen. Pas wanneer je de hele dag een stemmen nog geeft, dan mag je gerust wat meer bewegen. En het gaat erom dat je autoriteit uitstraalt. En dat doe je wanneer je op de vierkante meter blijft staan. En die zijn er natuurlijk mensen, en u kent ze ook, die altijd op en neer lopen op het moment wanneer ze wat presenteren. En ook nog een keer uitstekend kunnen presenteren. Maar neem voor mij aan, als deze mensen op de vierkante meter zouden blijven staan, zijn de presentaties gegarandeerd beter. Bij, blijft de boodschap beter hangen en stralen ze automatisch meer autoriteit uit.